Hallo mensen van Minecraft en welkom bij deze gloednieuwe Sims video. We kwamen van de sauna af de vorige aflevering. Daar hebben ze een kindje gemaakt volgens mij. Maar ze lopen nu eerst de sauna naar het huis. Dus we zijn thuis. Heel raar dat ze gewoon... Hallo? Huh? Ze waren gewoon voor het huis en in één keer gaat hij weer laden. Oké, dit is een beetje raar. Maar we moesten, zoals mensen in de chat zeiden, moeten eventjes een zwangerschapstest doen. Want waarschijnlijk is ze zwanger en dan willen we gewoon eventjes checken natuurlijk. We zijn weer bij de rustige halve maan. Oké, waar is het meisje? Meisje is hier. Wij willen een zwangerschapstest. Dat kost 15. En ja, dat kunnen we net veroorloven. Dat kunnen we net betalen. Marnikker, jij mag zo meteen eens even gaan slapen, denk ik. Maar eerst gewoon slapen. Jij gaat alvast slapen. Kindje proberen maken. Ja, volgens mij is ze al zwanger hoor. Maar ik weet het niet zeker. Ze loopt zo raar. Ik weet niet of ze dat al deed. Ik ben gewoon bang dat ze zwanger is. Zou ze zwanger zijn? Dus ze is belast. Nee! Nee! Nee, het nooit is zwanger. Oh. Nee. Nee! Oh, spannend! Nee! Nu al! Ze heeft ook een dikke buik gekregen opeens. Man. Kan ik zien hoe ver ze zwanger is? Clubs. Nee, ik weet niet of ik dit kan zien. Zaken. Simologie? Zoiets? Oh. Familiegericht. Ja, ik weet dat je dat bent, maar wanneer komt die baby? Ik hoop niet zo snel. Je hebt echt gewoon al een bike. Oh nee, ja, dan is het tijd voor jou om... Even kijken, hier moet ik. Om te eten, is nog goed. Een portie pakken. En daarna ga jij lekker slapen, denk ik. Want je moet ook gaan slapen, dat is de rest. En dan gaat de tijd wat sneller. En dan kunnen we dadelijk, ja, misschien wat... Ik hoop dat jullie gaan werken. Het is zondag. Volgens mij werken jullie toch op zondag? Ik weet het niet. Een paar moeten in ieder geval wel werken. Een paar van jullie, maar ik weet niet welke. Ik moet in ieder geval beter voor jullie gaan zorgen dat het allemaal wat beter gaat zometeen. En dan kunnen wij gaan werken en dan kunnen we het huis inrichten. Want dit is echt erg. Ik heb gezien dat heel veel mensen graag wilden dat wij snel wat verder gingen. Verder gingen met het wat gebeurt er met het kindje? Heeft hij een bre... Wat zit ze onder het bed? Huh? Wat zit er onder het bed? Een monster. Er zit een monster onder het bed. Wat de hel? Oh, hij gaat papa en mama wakker maken. Papa, mama! Oh, papa. Papa wordt wakker. Ja, mama is zwanger, dus die kan niet wakker worden. En het beest moet onder het bed vandaan. Oh, het beest is weg. Het beest is weg. Oh, papa is helemaal voor niks uit bed gekomen. Nou, gaan we weer lekker slapen. Oh, hij is er weer. Hè? Wat de hel? Nee, niet mama wakker maken. Gaat hij nou daar slapen? Deze claimen. Het is jouw bedje. En nu? Het monster onder het bed moet weg en dan moet je gaan slapen. Man, er zit gewoon een monster onder het bed. Ik wist niet dat dat kon. Oh. Hij jaagt hem gewoon zo weg. Met het monster onder het bed praten? Kan dat gewoon? Nou, deze gaat slapen. En deze gaat dus... Oh, hij is al weg. Een dutje doen. Een dutje doen. Slapen bedoel ik. Dat moet je doen. Je hebt slaap nodig, jongeman. Want morgen is het maandag. En dan moet je volgens mij naar school. Deze ligt te slapen. En mevrouw die moet ook gaan slapen. Ze zit alleen maar te eten, hè. En op haar telefoon te appen. Zo. Gamevaardigheid geleerd. Oh, ze kan dus gamen. Ja, die kan gamen. Nou, cool. Dan kan ik zo meteen verder met mijn verhaal, omdat ze nou met haar dikke buik zo verder loopt. Hoppakee. Ja, oké. Het is nou midden in de nacht. De tijd gaat super snel, super snel. Maar ik weet niet wat ik ook weer aan het vertellen was. Mensen wilden dat ik ging... Wat is dit? Er is schade bij ruïnes. Oh-oh. Ruïnes? We gaan naar de ruïnes toe. Suzanne, wie is dit nou weer? Suzanne van... Oké, we gaan met deze. Yes! We gaan met Marnik gaan we daarheen. Er is iets aan de hand. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar dat zien we zo meteen dan denk ik wel. Ik ben wel benieuwd wat er gaande is, want ik denk niet dat het goed is. Ik denk dat er wel problemen zijn. Oh, iedereen gaat mee. Oh my god, jij moet slapen. We zijn bij de ruïnes. Wat is dit nou weer? Wat is... Oh my god, er is hier een feest gaande. Midden in de nacht. Om 3 uur 's nachts. Ah, oh, een kusje. Ze is zwanger. Ze moet naar bed. Dansfeest is er gaande. Oh my god. Nou, we willen wel eens wat nieuwe mensen leren kennen. Dat we dadelijk... Wie is dit? Oeh.
Oké, we willen praten. Aardige introductie. Vlierstrige kennismaking. We gaan verkeerde dingen doen, jongens. Wie is dit? DJ. Dit ziet er wel cool uit, man. Feest! Een nachtfeest. Oh my god. Oh, hij wil weer wat drinken, hoor. Chips eten. Oh, chips. Manneke heeft een bakje chips bij, natuurlijk. Oh, hello. Oh. Ik heb ook gezien dat mensen het kindje... Oh, ze is niet geïnteresseerd. Of wel? Oh, jawel. Zullen we haar... Oh. Ik ga haar ook inpakken. Dus haar ook proberen te... een hart te veroveren. Zal ik het doen? Om van zoveel mogelijk meisjes contact zoeken. En dat we daar ook een feesthuis hebben. En dat er alleen maar meisjes zijn. We gaan allemaal wil ik ze leren kennen. Oh, die kennen we al, volgens mij. Oké. We hebben nou heel veel meisjes leren kennen. Oh, hier zit er nog eentje. Die ook nog. En dan gaan we even wat eten. Oh, er is geen eten meer. Dat ding is weg. Hier stond toch iets met chips? En nu is het weg. Er is hier gewoon geen eten. Nee, helaas. Kijk, ik ben met alle... Er komt er nog eentje bij. Met alle vrouwen in mijn kerstdroom ben ik aan het praten. Oh my god, dit is grappig. Oh, ja. Oh, daar komt die andere ook al aan. Kijk. Wow! Wow! Zij gaat ook helemaal los, die vrouw hier. Heb ik maar geen dansen dan? Samen dansen. Hey, de muziek stopt. Resterende tijd. 4. Oké, we gaan het even snel doen. Yeah. Feest. Maar Marnik heeft honger. Oh, Jette gaat allemaal goed. Jette is goed, Jette is fijn. Samen dansen. Ze dansen niet echt samen. Beetje wel. Het geluid is dan een beetje hard, hè? Ja, ik ga wat verder weg. Het wordt licht en ze zijn nog steeds aan het feesten. En wie is deze man eigenlijk? Ziet er wel cool uit, zijn masker. DJ! Oh! Ah, feest. Oké, ik wil dat het snel verder gaat. De ruïnes, waar zijn we eigenlijk, man? Ik heb geen idee. Het ziet er wel cool uit, de ruïnes. Mooi plekje. Voor een leuk feestje. Ik wist niet dat deze dingen er allemaal bij zaten, hoor. Dat is allemaal nieuw voor mij. Dat is feest. Oh, dat duurt nog zo lang. Of 2 uur, maar het kindje moet zo naar school, toch? We moeten naar huis. Beduust. Naar werk gaan. Oh my god, we moeten naar het werk. Stop. Het kindje is naar school. Hij hoeft niet te werken. Je moet nog eventjes. Dan heb je het... Oh, er komen nog meer mensen aan. Wat de hel? Moeten die mensen niet werken? Ja, Monica is naar het werk met honger. Nog een vrouwtje. Ja, leuk hoor dat er een feest gaande is, maar het is 8 uur in de ochtend, bijna 9 uur. En ik wil eigenlijk dat zij naar huis gaat. Wat gaan ze doen? Bemesten? Wat? Ze gaat poepen in de bosjes! Oh nee, wat doe je nou, Jet? Jet gaat gewoon poepen in de bosjes. Oh, er staat hier een paaltje van niet poepen in de bosjes. Ik hoor plassen in mijn oor. En ja, ze is eigenlijk aan het plassen in de bosjes. Oké. Ja, kan. Als het moet. Hoe lang duurt dit nog? 19 minuten, ook 18. Ja, seconden zijn dat dan eigenlijk. Oké, nu even snel verder. Het feest is afgelopen, hoor. Ze staat hier nog te jansen. Ze is helemaal dronken, joh. Helemaal dronken. 2. Kom op. 1. Ja, hoor. Het is afgelopen, Jet. Je moet naar huis. Naar huis. Ga eens voor jezelf zorgen. Je bent vies. Oké, ze heeft honger. Nou, we gaan dus naar huis. Dit was een leuk feestje hier. Ik vond het echt leuk dat er zoiets gebeurt. Ik wist het niet. We hebben dus echt al veel meegemaakt in deze aflevering. Super onverwachts. Maar deze is dus naar school. Deze is naar werk. En daar kan ik niet naartoe, volgens mij. Nee. Dat, ik dacht, misschien werkt het zo met de nieuwe update. Mystieke mist. Oh, deze muziek heeft deze sim een beetje... heeft mij een beetje heel raar laten voelen, zoals je kan zien. Oh my god. Oh, oké, we zijn nu terug bij het huis zometeen, denk ik. Verwacht ik in ieder geval. En dan moet ik eens even voor Jet gaan zorgen, want ze is dus zwanger natuurlijk. En dan komt het vast wel goed. Oké, we zijn thuis. En ze is blij. Ze heeft het naar de zin, hoor. Ze is blij. Oh, doe dit eerst maar eens schoonmaken. Dan mag jij dit. Is dit nog goed? Dit is nog steeds goed. Een portie pakken. Je moet eens gaan eten, Jet. Oh, wat is er aan de hand?
ongemakkelijk. Ja, maar je moet eerst schoonmaken en dan pas dat doen. Dus dan gaan we eventjes vooruit. Hop. Je gaat dat schoonmaken. Er is iets aan de hand. Hey, ik hoorde dat jij en Mark vrienden zijn. Nu hij is best wel cool, zegt Zoepatan. Wie is dit dan weer? Nou, leuk smsje, dankjewel. Dankjewel. Pak een telefoon erbij. We kunnen kletsen. We kunnen allemaal dingen doen. We kunnen ook weg. Op vakantie gaan. Dit gaan we ook een keer doen, denk ik. Op vakantie reizen. Als jullie nog tips hebben, laat het weten. Dan gaan we die dingetjes leuk doen. Dat is lekker leuk. Kunnen we op vakantie gaan of zo? Oké, dit is ook wel schoon, toch? Ja, mooi hoor. We hebben nou nog steeds maar 68 simdollars. Verveeld. Oh, ze verveelt zich. Ze wil muziek hebben. Of wat? Nou ja, ze verveelt... Oh, ze eet... Oh. Ze eet eten wat niet meer goed is. Maar het was net nog goed. Nu niet meer, nee. Oh, nee. Nou is ze ziek. En ze is zwanger. Dat is niet goed. Niet goed. Oké. Ze kan dus slapen, douchen. Nee. Plassen. Douchen. En naar bed. Naar bed. Want ze is echt... Nee. Het gaat echt niet goed met haar. Ze is zwanger. Daar moet je toch goed voor zorgen. Nou, jongens en meisjes, dames en heren. Deze video is hierbij geëindigd. Volgende aflevering gaan we misschien op vakantie. Ik weet het nog niet. Laat even een likeje achter. Abonneer voor meer. En deel de Sims als je het leuk vindt. Dan vind ik het ook leuk. En tot de volgende keer maar weer. Dun, 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 dun.